Het ministerie van Regionale Ontwikkeling zal het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer helpen in het proces van versterking van de gemeenschapsbossen. De twee departementen hebben afgelopen maandag en dinsdag in het kader van dit partnerschap samen met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht een tweedaagse workshop gehouden. De SBB is een werkarm van de RGB, belast met de technische aspecten van onderhoud van de gemeenschapsbossen. De workshop richtte zich op het versterken van dorpsbesturen in het beheer van hun gemeenschapsbos. Op de workshop waren 19 dorpen vertegenwoordigd. De directoraten Duurzame Ontwikkeling in Heemsen en Afro-Surinamers zijn namens het ministerie belast met de begeleiding van de gemeenschappen en het onderhouden van het contact met het traditioneel gezag en de SBB. RGB-minister Likram Soerjan zegt dat Surinamers moeten begrijpen en beseffen dat gemeenschapsbossen een belangrijke hulpbron vormen die behouden moet blijven voor de volgende generaties. Hij heeft bij de opening van de workshop dan ook onderstreept dat regels en standaarden heel belangrijk zijn voor het uitgeven van gemeenschapsbossen.